Zie het als een stukje middeleeuwse overheidscommunicatie. Een paar opgehangen lijken aan de kant van de toegangsweg naar de stad. De boodschap? Hier heb je je te gedragen, want tegen misdadigers wordt hard opgetreden. In de late middeleeuwen had vrijwel elke stad een galgenveld. Rond Amsterdam bevonden zich 4 van dit soort horrorplekken. In Noord, bij de Omval, in Westpoort en het huidige Leidseplein. Vanaf 1360 gebruikte Amsterdam het uiterste puntje van Noord als galgenveld. Een goede plek, zo in het zicht van de haven. De lichamen van misdadigers die op de Dam waren terechtgesteld, werden hier opgehangen om van de vogelen gegeten en van de lucht verteerd te worden. Er werden gemiddeld zo'n 4 doodsvonnissen per jaar voltrokken. Meestal gebeurde dit op de Dam, maar soms ook op de Nieuwmarkt. In het beste geval werd het vonnis snel en pijnloos voltrokken door onthoofding met het zwaard. In het slechtste geval werd de ter dood veroordeelde geradbraakt zonder genadeslag. Dit hield in dat het slachtoffer op een wiel gebonden werd, waarna met een ijzeren staaf alle botten werden gebroken. Daarna werd de pechvogel half dood op een galgenveld achtergelaten om te sterven. In de loop der eeuwen hebben zo'n 1000 ongelukkigen Volewijk als laatste rustplaats gekregen. Maar Volewijk was niet de enige plek waar de argeloze reiziger richting Amsterdam te maken kreeg met deze onsubtiele vorm van overheidscommunicatie. Je ziet het pas als je het doorhebt. Het galgenveld aan de Heilige Weg, de huidige Overtoom, op de oudste kaart van Amsterdam uit 1538. Het bevindt zich onopvallend in het weiland buiten de stad. Uniek, want het is de enige contemporaine afbeelding die we van dit galgenveld kennen. Er is vrijwel niets over bekend en het is nergens anders gedocumenteerd. Gezien de ligging hoorde het bij Nieuwer Amstel, oftewel Amstelveen en omstreken. Maar navraag bij de Amstelveense archieven leverde niets op. Het kan ook net binnen de formele Amsterdamse stadsgrens liggen. Die lag zo'n 300 meter van de stadsmuur af. Maker Cornelis Antonisszoon heeft de afstanden op deze plek niet accuraat weergegeven, maar het lijkt op de plek waar tegenwoordig het Leidseplein is. Dat ligt meer dan 300 meter van de stadsmuur. Op zijn houtsnede van deze kaart uit 1544 is het galgenveld verdwenen. Ook op andere kaarten uit de 16e eeuw komt dit galgenveld niet meer voor. Dus wat zien we hier? Wat is dit? Een paar jaar voor Cornelis Antonis zijn kaart maakte, vond een ongekende explosie van executies plaats door de opkomst van de strenggelovige wederdopers. Zij hadden in 1535 het stadhuis bestormd. Daarbij waren tientallen doden gevallen. Iedereen die ook maar iets met deze wederdopers te maken had, werd streng gestraft. Er werd dat jaar in Amsterdam een recordaantal van 64 personen geëxecuteerd. De lichamen werden op Volewijk en bij de stadspoorten opgehangen. Houdt het onbekende galgenveld aan de Overtoom verband met deze wederdoperperikelen? Wat tegenwoordig een bedrijventerrein bij de Amsterdamse haven in Westpoort is, was ooit ook een afschrikwekkend oord van wraak en gerechtigheid. Althans, dat was de bedoeling. De galg op dit galgenveld stond er meer voor de sier en heeft in werkelijkheid maar 1 tentoongestelde misdadiger gekend. En daar dan ook alleen nog het hoofd van. Dat was in 1587 het afgehakte hoofd van de moordenaar van de sluiswachter van Halfweg. De Heining was een schiereiland achter de Spaarndammerdijk waar zich het gerecht van Rijnland bevond. Het graafschap Holland was onderverdeeld in districten met een eigen bestuur en rechtspraak. Rijnland was er daar 1 van. Het district Rijnland was met zijn bescheiden galgenveld duidelijk geen voorstander van de doodstraf. Het plaatsen van een houten galg alleen ter afschrikking wijst op een voor die tijd unieke moderne kijk op misdaad en straf. Aan het Diemermeer lag een schiereilandje dat vanaf einde van de 13e eeuw bij Oudekerk in het gebied Ouder Amstel hoorde. Op dit schiereiland bevond zich het gerecht van Oudekerk. Dit galgenveld is afgebeeld op een kaart uit 1570, dus we weten dat het in ieder geval vanaf dat moment daar aanwezig was. De kans is groot dat het net als Volewijk al vanaf de middeleeuwen in bedrijf was. De terechtstellingen vonden plaats in Oudekerk, waarna de lichamen naar het gerecht werden gebracht. Na 1629 verdween het gerecht van de landkaarten. De reiziger van vroeger kreeg te maken met vele gevaren en ongemakken. De galgenput van Volewijk is in 1795 dichtgegooid, maar nooit formeel geruimd. Dat houdt in dat daar diep in de grond nog steeds de resten kunnen liggen van geëxecuteerden.
Dat kan ook gelden voor de omval en het galgenveld Leidseplein. Toch iets om bij stil te staan als je er bent.